iedereen. Hallo mensjes. Ja, waarom ik dat twee keer zei, weet ik ook niet lekker. Welkom bij een nieuwe vlog. Als jullie je afvragen, wat gaat je nu weer doen? Ik ga met de fiets heel even naar de sporthal. Au. Sporthal. Samen met... Samen met James. Wat wil ik zeggen? Ja, maar we gaan naar de sporthal. We gaan nu naar de sporthal. Ja. Als we naar de sporthal gaan, pak ik deze en laat ze naar huis. Dan pak ik die. Ja, dan maakt het niet uit welke fiets je... Ik pas op de jouw en jij past op de mijne. Ja, maar kijk, jij past op mijn fiets, hè, toch? Ja, dit is uw fiets, jij past daarop. Ja, iedereen, ja, dat is... Als jullie afvragen wat bedoel je bij past, niet dat hij daarop moet passen zoals een baby zit. Dat dat zo past, zeg maar, dat dat de juiste lengte en zo is. Ja. Ik ben eigenlijk met de verkeerde hand aan het fietsen. Weet remmen, hè. Oh! Zie je? Weet je wat dat was? Dat is een sleutelhangertje van een roze eend. Heel snel rechtdoor en dan hierin. Ja, ga je hierin. Weet de weg, maar niet te ver van mij, hè. Maakt niet. Moet ik anders de zadel een beetje kleiner zetten? Ja. Oké, rem even. Dat mag, maar als je het niet wil... Ik zal proberen. Hou jij dit ding even vast? Ja. Hou jij dat? Je moet wel... Ja, mensen... Ja, we zijn dus namelijk... Ah nee, dat gaat. Mag ik dan even verder op deze fiets fietsen? Ja. Mijn zus dan gaat even op die fiets. Ja, ik ging normaal gezien... Als we naar huis gaan, dan ga ik wel op die blauw. Ja, ik ging normaal gezien deze fiets zijn zadel hoog lager zetten, maar het lukt niet. Wacht, hè. Het lukt niet. Want... James, wacht op mij, hè. Want dat moet met een turnervies en zo. Oh my god. Wat is hiermee gebeurd? Deze fiets gaat gewoon heel moeilijk. Ik ga eens kijken of ik die... Ja, ik kan die niet op een ander standje zetten. Niet doen. Niet doen, maar kijk, we botsen bijna. Deze fiets rijdt al moeilijk. Ja. Deze fiets is gewoon echt moeilijk. Waarom heb je deze gepakt? Maar laat die kans terug op die. Dat zou zijn. En rij maar een beetje door, want ik rij bijna tegen u. Ja. Misschien als James... Goh, die luistert niet. Die is even... Voorop even zegt James! Jamesie! Misschien kunnen we ook langs dingen gaan, zelfs. Nee. Ja, als hij thuis is. Of als hij op het balkon staat. Jawel, soms staat hij op het balkon. Kijk uit, James, uit de... Nee, maar als hij op het balkon staat, kunnen die misschien roepen en vragen of we even langs mogen komen. Ik weet het niet. We kunnen ook gewoon spelen. Luister eens. Ik kom zo meteen terug. We gaan
gaan weer even wisselen van een fiets, dames en heren. Kijk wie we tegenkwamen. Jeremy die zit hier op het muurtje, niet bij Sparta trouwens. Hij zit bij de schilder aan de muur. Zit hier even gewoon chillen. Ik viel bijna. Ah ja, oké. Jeremy heeft zijn speciaal. Ja. Maar ik ga mijn broek een beetje opstropen. Ga je naar huis, Jeremy? Oké. Ja. Ik vraag, wat doe je? Ik doe maar even mijn broek zoals een shortje. Elke stap is er oplopen. Zie je? Check. Ik kan geen flip check. Of wat ook. Oh, mag zijn. Ik kan er niet makkelijk. Want deze fiets is redelijk klein en mijn broekpijpen gaan er net ertussen. James, wachten op mij! Wacht niet oversteken, hè! Als je afvraagt waarom doe je zo tegen kleine broer, die is nog maar 7. En als er iets gebeurt, is aan mij en Jeremy zijn schuld en dat wil ik niet. Ja. Yeah. Oei! Gaat je mee, Jeremy? Oké. Ik wil echt heel graag live gaan. Dus ik hoop dat jullie mij daarmee kunnen helpen. Ja. Even wachten, James. Kom iets verder. Hallo, kijk! Ja, we gaan even wachten of ze daarover kunnen. Teken. Wacht nou, want aan die kant zijn er. Ah, kom. Rap. Sneller. Ja, er kwam een auto en die niet remde. Kijk uit, voor ons ook een auto. Er is hier een weg waar je niet zo echt aan de kant kunt. Oké, we zijn er. Oh, hij is echt helemaal aan de kant. Dat is wel jammer, maar oké, dat is niet zo erg. Ik vind dat altijd een beetje gek of zo. Als er mensen zijn en ik ben een video of je een video maken, dan denken die misschien zo van: oké, wat? Tegen wie ben jij aan het praten? Dat maakt niet uit. Oh my god, kijk wat hier boven mij hangt. Het is het vol wesp. Vol, ik kan niet wijzen, hè? Ja, hier vol wespen. Waar gaan jullie? Hey James, ik hoor op die. Wat? Dana, laat los. Dana. Ja, maar ik had deze meegenomen. Ja, oké. Wacht, wat? Dana! Ja. Deze fiets. Oké, mensen, zijn schoen is uit, want hij is weg met mijn fiets gegaan. Maar oké, ik heb zijn schoenen, dus. Ja, nou, wat is het weer achter mijn fiets? Nee, ik ben met die fiets gekomen, dus ik ga ook terug met die fiets. Hè. Ik ga niet. Met een andere fiets in die werkt naar huis. Dus ik blijf hier gewoon wachten tot hij mijn fiets terug heeft. Dus ik ben gewoon een beetje rond aan het wandelen. Dit is. Ja, ik ga hier altijd mee aan de boom zitten. Maar ja, ik ga nu naar de zandbak. Of zo. Pak die fiets, maar ik heb een schoen. Je kunt toch nergens naartoe met die schoen. Of ja, met zonder schoen ook. Want als je valt, ga je toch een beetje een schuld krijgen. Dus ja, je had geen schoen aan. En sommigen zeggen, nee, dan is dat uw schuld, want jullie geven de schoen niet. Eigenlijk niet, want die heeft die schoen gewoon letterlijk naar ons gegooid.
Dus ja, hier staat heel la-li leuke speelgoedkast. Dank u. Oh, heel leuke speelgoedkast, ja. We hebben hier een speelgoedkast. Ik ga kijken of die open gaat. Oh, dat duurt even. James, er zitten nieuwe spelletjes in. Oh nee. Hey, gaan we golven? Er zitten nieuwe spelletjes in. Er zit golven, bowling. Wat zit er nog niet in? Nog een bowling. Heel leuk, ik ga bowlen. Nee. Ik ga niet bowlen. Tennissen zit hierin. Oké, okay. Heel makkelijk doen. Een golven. Maar die stok is kapot, Ene. Zie je, hier liggen grote bowlingen. Maar waar is die bowlingbal die Mariano had? Daar is die. Ja. Pardon, sorry. Is er Rick. Hier is een bowling, hier is een bowling. We hebben golf, gaan we golven. Nee! Oh nee! Er zijn nieuwe frisbees. Oh! Dit! Ik wil golven! Kom maar, stoppie! Ja, kom, we gaan golven. Dit? We gaan onder zijn beurt golven. Jij mocht dat doen als je wilt. Maar wij gaan golven. Oeh! Daar is ook wel geen ding. Kom, we gaan golven. Waar gaan we golven? Golven! We zullen op deze rechte stukken. Golven! Ja, we gaan golven. Golven! Ja, nieuwe frisbees! Golven! Zat, kun je voetballen? Golven. Ja, kom, ga golven op een weg en meneer, daar kom je niet. Golven! Zo moet je niet frisbeeën. Oké, okay, we gaan hier golven, aan deze boom. Golven! Ja, golven! Weg, ja. Kijk hoe dat moet. Oeh, die doos van onder gaat open. James, we gaan golven. Dat is door jouw gezeur. Ja, ik ben wat direct. Hier maar gaan golven. En neem jij dan mee? Dan laten we hier maar golven. Ja. De mensen hebben een plek gevonden om te golven. Hier zo. Maar mag ik even beginnen? Hé, hey, wat doen we? Oh, dat is leuk. Oei, dat is van die veeën. Zo, golven mensen. Hé, hey, er zijn brugjes bij. Zo, dat je kijk zo. Oké. Oh ja. Blijft dat plakken? Nee, dat is pingpongen. Ah. Maar ik wil graag golven. Maar James, je mag golven. Dat is toch klein, ja. Dat is mini-golven. Dat is leuk. Wie kan dit? Hierin gooien. Mogelijk, dat is toch onmogelijk? Nee, dat is ook wel golven. Oh, dat is een wipwap hier. Die gaan we toevoegen. Komt naar balken. Kijk, ga proberen. Zo mensen, ik ga eens proberen. Ik wil ook wel, hè. Ik ga hier eens proberen. Ik wil ook niet weten. Mag ik ook eens? Maar waar is uw andere schoen? Ben jij ook? Je wilt daar in die schoenen en die dingen. Oei, pak de balken van. Ah ja, jullie mogen golven. Van de andere kant. Ik hou dit. Ja, dat balken is van het golven, hè, Jeremy. Hier, nee, je moet op het gras golven. Jeremy. Hier, twee golfbalkjes. Oei. Golven. En ik en Jeremy gaan pingpongen, of wat dat ook mag zijn. Aan de kant, hè. Nivea! Ja? Ik hou van de producten van Nivea. Het is gewoon leuke producten. Oei. Ja. Ik kan niet veel zien, want ik kan mijn camera niet draaien. Dus... Hier.
Oké, mensen. Ik ga even pingen bij pingpongbal of hoe dat noemt bij Charmé. Ik zet de camera hier even neer. Oh.